allemaal, welkom bij een nieuwe SketchUp-cursus-video van SketchUpCursussen.nl. We gaan kijken naar maatlijnen, want met maatlijnen kan meer dan je wellicht tot nu toe had gedacht. Ik kwam daar recentelijk achter tijdens het geven van een SketchUp-cursus en ik dacht dat wil ik even met mijn cursisten delen en natuurlijk ook met jullie. Ik maak hier een rechthoek van 10 meter bij 5 meter en ik zet daar zoals gebruikelijk een maatlijnen bij. Nou zie je dat alle drie de maatlijnen hetzelfde zijn. En dat de tekst van de maatlijn eigenlijk altijd het scherm volgt. Hij is als het ware uitgelijnd op het scherm. Nu kan je de stijl van de maatlijn en de stijl van de tekst kan je veranderen. En dat kan je zelfs doen per maatlijn. Ga daarvoor naar Window in je bovenbalk en klik dan op Model Info. Nou, dan komt deze box die komt naar voren toe. En zoek dan in de linkerbalk naar Dimensions. Alles staat op alfabetische volgorde. Klik op de gewenste maatlijn die je wil veranderen en klik daarna op fonts, dat wil zeggen lettertype. Nou, kies een ander lettertype uit. Je ziet hem niet direct dynamisch veranderen, dus je moet wel even weten welke je veranderd wil hebben en welke tekst je wil hebben. Nou, klik er een aan en zeg daarna update selected dimensions. En je ziet hier, hij is nu veranderd in het nieuwe lettertype. Je kunt ook de uiteinden van de lijnen veranderen. Ik heb er nu een balletje van gemaakt, een dot. Ik kan er ook een gesloten pijl van maken. Zie je? Daar staat hij. Ik kan er ook een open pijl van maken. Zeg ik weer update. Ik kan er ook niks van maken, dat de lijn gewoon doorloopt tot het eind. Of weer de standaard slash. Nu is dat niet het enige wat je kan doen, want je kan ook de uitlijning van de tekst veranderen. Hij staat nu op align to screen, dat wil zeggen dat hij uitgelijnd is op het scherm. Je kan hem ook klikken op Align to Dimension Line. Dus dan lijnt hij uit op de daadwerkelijke maatlijn. Als je dan klikt op Update Selected Dimension, dan zie je dat hij er nu boven staat. Hij staat nu op Outside. Je kunt hem ook veranderen naar Centered. Dan stop je hem tussen de lijn. En dan weer op Update. Je kan ook zeggen dat je hem er helemaal boven wil hebben. Zo kan je dus je type maatlijn veranderen en je kan ook nog de tekst uitlijning veranderen. Nou zijn er nog wat expert dimension settings, dus voor de expert dingen. Daar zijn een paar schuifjes die je heen en weer kan zetten wanneer de maatlijnen worden weergegeven en wanneer ze wegpoppen in je tekening. Nu staat hij er altijd. Je kan zeggen verbergen als die te klein is of verbergen als je tekening te groot wordt weergegeven. Eigenlijk moet je met die schuiven een beetje oefenen, een beetje proberen wat het handigst is. En ook weer als je een aanpassing hebt gedaan, klik eerst op Update Selected Dimensions. Zo kan je dus nog drie extra verschillende dingen doen aan je bestaande maatlijnen in je SketchUp tekening. Nou, wil je nog meer kunnen doen met je maatlijnen, dan moet je echt SketchUp Pro hebben. Daar zit het programma Layout bij. Dat kan je ook bij ons bestellen. En wil je meer weten over SketchUp Pro, over SketchUp, over een basiscursus, een gevorderde cursus of een opfriscursus? Ga dan naar SketchUpCursussen.nl, SketchUpCursussen.nl. Elke maand is er wel een cursus die draait, dus ik nodig je graag van harte uit bij ons in Amersfoort in het cursuscentrum van SketchUpCursussen.nl. Ik geef overigens ook privéles, dus heb je even tijd voor jezelf nodig, laat het even weten. Dan kom ik bij je langs of jij bij ons. Kom je er helemaal niet uit, dan kan je ook gewoon een tekening door ons laten maken. SketchUpTekeningen.nl. Bedankt en heel graag tot een volgende video.